Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe stream en het is weer tijd om Pokémon kaarten te openen. En vandaag wordt het deze mooie box van Fusion Strike. Hij is veel later dan ik had gehoopt. Afgelopen vrijdag is hij uitgekomen. Ik had verwacht op vrijdag, want ik heb hem in augustus of zo al besteld. Kwam maar niet, maandag mailtje gestuurd, kwam maar niet. Gisteren mailtje gestuurd en toen eindelijk zeiden ze, oh ja, hij komt morgen binnen. Nou, het is vandaag woensdag en we hebben hem binnen. Wel een stuk later dan wat ik had gehoopt. Maar toch, er liggen 36 kaartjes op ons, of 36 pakjes op ons te wachten. Dus laten we die maar gewoon lekker gaan openen. Zo. Mooi design, vind ik. Er zit volgens mij een Mew in die ik graag wil hebben. Een Rainbow Mew. En verder heb ik eigenlijk geen idee wat erin zit. Want ik heb nog niet echt naar de kaarten gekeken. Dus ik heb eigenlijk verder geen idee. Dus dat maakt het alleen maar leuk, denk ik. We hebben verschillende arts. We hebben de Genesect art. Ik hoop dat hij met dit licht, omdat ik het normaal meestal deed terwijl het nog licht was. Gaat wel een probleem worden. Denk ik, oh, dat valt mee. De Genesect art. We hebben de Gengar art. De Gengar art. We hebben de Mew art. En ik denk dat er nog een art is. Ja. En er is helaas ook een Boltund art. De minst vette art. Want Boltund is geen vette Pokémon. Laten we met die Boltund gaan beginnen. Het gaat gewoon beginnen, jongens en meisjes. Zo. 1, 2, 3, 4. En dan gaan we nu beginnen. Kijken wat we gaan krijgen. Het is weer even een tijdje geleden. Oh. We beginnen al met een error. Zie je dat? In het pakje zit gewoon een error. We hebben namelijk een omgekeerde Grass Energy. Als je hem ook gaat scherpstellen. Ja, top. Dus de Grass Energy. En Breloom. Wow, ik zie glitters nu al achterin. Het eerste pakje. Cross Switcher. Een Garbodor. Ja, het licht zal niet echt meewerken vandaag. De Growlithe. Stuffle. Sigilyph. Toxel, hele vette art voor Toxel. Totodile. Sigilyph. En de eerste kaart die we trekken vandaag is... Holy shit. Een Cinderace VMAX. Holy shit. Volgens mij al meteen een van de vetste kaarten. De eerste pakje meteen een hele vette. Holy shit. Trio. Het is weer Paddy die weer zijn abonnement heeft verlengd. Dit is gewoon Paddy. Dit is gewoon de eerste pakje. En meteen al denk ik een van de vetste kaarten van de hele set. Holy shit. Die is echt gruwelijk. Echt een hele vette kaart. Meteen maar even een hard case doen, want dit is echt een vette kaart. Holy shit. Even kijken, waar zal ik hem bewaren? Doe maar hier. Het tweede pakje van vandaag. Eén, twee, drie, vier. Dit is een... Als dit voorbode is, worden we heel erg blij. Wow, de energy zit hier weer verkeerd om. Is dat een fout in de hele set of zo? Glowitzer. Spongy Gloves. Corvusquire. En een andere Toxel art. Staryu. Mawile. Zit er nou weer een glimmende in? Holy shit. Makuhita. Pampoor. Heatmore. Wat is dit voor een box?
Wat is dit voor een box? Dit is volgens mij gewoon full art Hoopa, of niet? Is het full art? Hoopa V. Ik weet niet of het full art is, maar hij is gruwelijk. Wat is dit voor een box? Het is het tweede pakje die ik open. Nou, 4 euro voor... Het is een nieuwe kaart, hè? Holy shit. Die Hoopa, jongen. Holy shit. Tweede pakje die we openmaken. Meteen zo'n gruwelijke kaart weer. Boy, yo. Ja, maar die prijzen die zijn nu nog niet accuraat, hè? Want de set is nog geen week uit. Eigenlijk moet je pas na een jaar kijken of na een half jaar kijken wat ze waard zijn. Dan kan je een beetje zien hoeveel die gepakt is. Maar als hij nu 6,50 euro waard is, is het nog best wel netjes. Oh, Fusion Strike. Dat is ook een nieuwe... zo heet het natuurlijk, maar dat is ook een nieuwe soort type kaart. Well, ik kan het je laten zien. Kijk, je kent die Single Strikes en die andere Rapid Strikes. Maar nu heb je dus ook Fusion Strikes, zoals deze Hoopa. Maar als dit de voorbode is, na twee pakjes al twee fucking goede kaarten. Overigens zijn in allebei de pakjes die ik heb geopend, de energy die vooraan zit, verkeerd om. Wat echt heel raar is. 4. Ja, dat is weer. Ik denk dat dat gewoon een setfout is. Kijk, de energy is weer verkeerd om. Sandslash. Sweatloon. Cremomatic. Seawaddle. Skarmory. Jinx. Mantine. Grubbin. Oeh, die is wel nice. Een single strike Meltan. Reverse holo. En eindelijk een keer een normale. Niet eens een holo. Een Kangaskhan. Oké, nice. Nou, dan hebben we in ieder geval niet dat we aan het cheaten zijn. Ik hoop het liefst natuurlijk op die Rainbow Mew. Ik denk dat Rainbow Mew, denk ik, een van de kaarten is die het meest waard is uit de hele set. 1, 2, 3, 4. Maar aangezien Paddy dat nu toch al voor zich heeft, weet hij dat misschien wel. Maar ik weet nog niet alle kaarten die erin zitten. Dus ik weet alleen dat er een Rainbow Mew in zit. Weer een verkeerd om energietje. Waarschijnlijk hebben anderen dat ook. Dat ga ik straks eens checken. Nogmaals, het kan even duren met scherpstellen. Want het lichting is hier. Mew VMAX is 150. Dan gaan we die pakken. En dan de Rainbow VMAX, Singapore, Bugcatcher, Caterpie, Drillbur, Shinx, Binary, Baskalin, Reverse Holo Adventurers Discovery en een Landorus Holographic. Die verdient in ieder geval wel een sleeve. Ik denk dat dat de Rainbow is. Die VMAX is. Dat moet bijna wel. Maar die Cinderace is echt vet. En ik moet zeggen dat ik die Hoopa Unbound ook al een vette kaart vond. En dat in de eerste twee pakketjes. 2, 3, 4. Dat is het wachten wel waard geweest. En weer een verkeerd om energy. Oké. Pyukumuku, Eldegoss, Beware, Binary, Clobopus, Dynamo, Sorua, Shellder, een Reverse Holo Totodile en een Fusion Strike Excelgore.
Deze waarom niet? Zo graag. Oh. 1, 2, 3, 4. En natuurlijk de omgekeerde energy. Simisear. Crossiever. Ja, ja. Sligoo. Oh, dat betekent dat er ook een vaste vette Goodra-kaart in zit. Stuffle. Sandygast. Plusle. Vulpix. Meltan. Reverse Holo Jinx. En een Cloyster. Bugcatcher, Wigglytuff, Falinx, Dreepy, Makuhita, Rookidee, Galarian Darumaka, Sizzlipede, Voltorb Reverse Holo en een Holographic Toxtricity. Nice. Een van mijn favoriete Sword and Shield Pokémon, Toxtricity. En ook een met een leuke shiny story. En als je hem wil horen, dan moet je maar vragen. En anders is dat voor een andere keer. Ah, de muziek die komt in de montage, Paddy. Oké, de farewell bell. Lopunny. Hariyama. Vulpix. Chansey. Oeh, Galarian Zigzagoon. Mankey. Clauncher. Reverse Holo Durant. En een Malueta. Een Shauna. Shauna het schaap. Primeape. Simipour. Trubbish. Totodile. Phantom. Snorlax. Snome. Reverse Holo Absol. Een Gengar V-Max. En volgens mij is dit de alternate. Ja. Dit is een secret rare. Oh mijn god. Dit is een secret rare. Dus volgens mij is deze... Paddy, kan je even opzoeken? Volgens mij is deze ook heel veel waard. Dus de alternatieve vorm. Of de alternatieve art voor Gengar V-Max. Wat stond er nou? 271. 100 euro waard. Oh mijn god. Holy shit, even kijken hoe de centering is. Het zal geen 10 zijn, maar dit is echt een kaart die gegrade moet worden. Holy shit. Holy shit. Tot nu toe echt hele goede kaart in deze box. En we zijn pas op een kwart. Holy shit, die is fucking... Bij TGA kan ik reden. En dan kan je ook zelf de slabs kiezen en zo. Dat is best wel vet. Ik zal je wel een linkje sturen. Er zijn op dit moment 4 kaarten daarom aan het graden om even te testen of het allemaal goed gaat, zeg maar. En als ik ze terug heb, dan ga ik een hele lading laten graden. Want ik heb echt nog wel een paar hele vette kaarten liggen.
Ik heb alvast de energy weggelegd, want die is toch op zijn kop en het is toch niet interessant. Gliscor. Mandibuzz. Ninetales. We gaan sterk met de volledig geëvalueerde. Pansear. Minun. Baltoy. Galarian Corsola. Quillfish. Electric Reverse Holo. En Serena V. Vette kaart, vette kaart. Ik zal het even laten zien. Dit Serena V. Het is wel een oké Pokémon. Niet heel bijzonder, maar het is wel oké. Beware. Hallo. Beware heeft er niet zoveel zin in. Ja, Beware. Darklock. Nee, Draglock. Corvusquire. Meowth. Onyx. Choodle. Shroomish. Klefki, dat is Sander's favoriete Pokémon. Double Reverse Holo. En een Latios. Ik wou Latios zeggen, maar het is Latios. Ja, Schoolboy. Chili, Silent en Crass. Power Tablet. Impidimp. Snow. Onyx. Jigglypuff. Die is cute, oh mijn god. Oh, dat gaat te snel. Durant. Reverse Holo Slugma. Wel vette art. En Maractus. Ik denk die Gengar VMAX Alternate Art, dat mijn tweede waardevolste kaart die ik ooit gepakt heb is. Oh, kom op, waarom krijg ik hem nu niet goed vastgehouden? Zo. Oh, dat ging net ook zo lekker bij Pyukumuku, ja. Pyukumuku. Eldegoss. Power Tablet. Skiddy. Falinx, Choodle, Phillaby, Dewpider, Arcanine Reverse Holo, hele vette art. En Azumarill, zit een Azumarill in? Ah, oh, nice, ik hou van Azumarill. Oké. Beginnen met... Oh. The Dancer. Oh, dat ging niet helemaal goed. Hallucha Lucha. Lapras. Wooloo. Gossifleur. Mudkip.
Sandshrew. Oh. Kufant. Een Reverse Holo Snorlax. En een Relegator Holographic. Die kan nog. Ja, ja die kunnen mensen best wel vet vinden. Starters zijn meestal populair bij Peoples. Vooral als hij gefocust is, zijn ze populair. Yeah, dat is hij. Relegator Holographic. Eén, twee, drie, vier. Oh. Het is echt elke keer gewoon dat ik denk van, waarom is die energy verkeerd om? Maar dat is dus een foutje in deze set dan. Breloom. Cross Switcher. Garbodor. Voltorb. Pansage. Kufant. Gligar. Slugma. Reverse Holo Basculin. En Claydol. En Galarian Darmanitan, Phalanx, Simisage, Plissel, Mana, Meowth, Meryl, die is cute. Huh? Vette Helioptile art? Galarian Corsola, Reverse Holo, en dan pam pam pam. En Palisand. Dat was een beetje een anticlimax. Oké. Ah, daar komt de farewell bel weer. Yo, Gijs de Gamer. Farewell Bell. Ho. Lopunny. Hariyama. Mudkip. Caterpie. Morpeko. Eevee. Shellder. Busharna Reverse Holo. En een Oricorio. Wel vette art van Oricorio. En ook de vetste Oricorio. Dat ligt aan jou, want Paddy kan me wel horen. Oké. Dat ging bijna fout. Een Metapod. Persian. Power Tablet. Carvana. Clamperl. Morpeko. Oh, hij is er. Yo, Gijs. Leuk dat je bent en dat je me kan horen. Skarmory. Shelmet. Clobopus. En als laatste. Een Melmetal Holographic. En dat betekent dat we op de helft zijn. Hey, thanks for the follow, Gijs. Omdat we op de helft zijn, ga ik heel eventjes alle mooie kaarten die we de eerste helft hebben gepakt, gaan we eventjes laten zien. Het was
Oh ja, nu met die grote sleeves, die doe ik zo meteen wel even laten zien, want die zijn wat vettere kaarten. Melmetal, holographic, Frelegator, holographic, Serena V, Toxtricity holographic en een Landorus holographic. En dan de drie pareltjes die we in de eerste helft al hebben gepakt. Dat is deze kaart die $100 waard is. Of ja, $100 of €100 waard is. Gengar VMAX met een alternative art. Dus dit is echt, dit is nu al een top box, zeg maar, dat ik deze heb getrokken. Een, volgens mij een full art Hoopa V. Maar ik weet niet zeker of het full art is. Dat er zitten een aantal specifieke restricties aan, maar Fusion Strike staat onder mijn cam staat het. En in de titel ook. Oh, €100 zeg bij die dat die waard is. En deze was uit de eerste packie. Echt een hele vette kaart. De Cinderace VMAX. Heel vet. Oké, dan gaan we aan de tweede helft van de box beginnen. Fusion Strike dus, Gijs, die is afgelopen vrijdag uitgekomen. We hebben nog geen Mew gezien. We hebben nog geen Genesect gezien. En nog belangrijker, we hebben geen Rainbow en nog geen Golden Card gehad. Dus ik hoop dat een van die twee er nog in de andere helft bij zit. Jouw ETB komt morgen. Nice. Oké, veel plezier. Veel plezier. Als je de Discord wil joinen, daar, als iemand even uitroepteken Discord in de chat wil zetten, dan kan je die eventueel joinen. Daar hebben we ook een kopje. Daar kan je mooie kaarten die je morgen krijgt in kwijt als je wilt. En dan kunnen mensen erop reageren. Charjabug. Judge. Smurgle. Carvana. Clamperl. Hey, ik zie dat je bent gejoined. Morpeko. Skarmory. Seawaddle Reverse Holo. En Rillaboom V. Nu ben ik niet zo'n Rillaboom fan, maar toch, het is weer een V-kaart. Ik zie het, Gijs. Ik zal eens even zwaaien naar jou. Wat dus grappig is, Gijs, dat heb je misschien nog niet meegekregen. De energy zit er dus verkeerd om op in het pakje. Tot nu toe bij elk pakje nog gehad. Barrascuda. Corporacha. Cook. Hij mag wel even wat mooier focussen. Dan kunnen jullie het net even iets beter zien. Dit is minder mooi. Dat was niet mijn bedoeling. Het zit nog niet helemaal. Cook. Skarmory. Jinx. Mantine. Grubbin. Rotom. Reverse Holo Dunsparce. En weer een Serena V. Die hebben we al als de duplicate van vandaag. Nee, ik deed niet, dat deed ik niet expres. Zo zit het echt in het pakketje. Dat, de eerste twee pakjes dacht ik echt van wat de fuck gebeurt hier. Ik dacht eerst van, oh, dit is een error pakje bij de eerste, het eerste pakketje, maar het was dus geen error pakje. Dus, de energy, die is dus verkeerd waarom in zit. Oh, hij is al. Battle VIP pas, oké. Togedemaru. Schoolboy. Ja, soms gebeurt dat. Drillbur, Shinx, Bunary, Baskalin, Grubbin, Hawlucha, Reverse Holo en een Melmetal weer Holo en weer een duplicate.
Hoe vaak ben ik live? Of ben je vaak live? Ligt er een beetje aan. Ik ben waarschijnlijk vanaf vrijdag echt weer heel vaak live. Omdat dan nieuwe Pokémon uitkomt. Hè? Dus dan ga ik ook veel spelen. Verder doe ik ook wel eens wat andere games. Met Paddy ben ik nu met het project bezig. En verder, ik maak vooral elke dag een YouTube video. Dat sowieso. Dus dat is altijd, altijd nice. Maar ik ben, wel regelmatig live. Op dit moment eindigt er een serie en heb ik heel eventjes geen Pokémon op YouTube. Behalve dan dit. Dit komt ook op YouTube. Maar ik ben wel van plan om gewoon weer Pokémon te gaan doen. Maar soms heb je even een break nodig. Cook. Morgrem. Quickball. Hij mag even wat scherper hoor. Staryu, Mawile, Mawile, Makuhita, die gaat niet goed. Pampoer, jammer dat die apen in deze set zitten. Seawaddle, Staryu, Reversal, volgens mij is dit ook niks. Nee, en Huntail. Maar ik doe regelmatig Pokémon series op YouTube. Ik doe vooral heel veel games. Yo, het is mijn boy Sander. Chili, Silent en Chris. Copperacha. Simipour. Nu Sander er is, moet ik een goede kaart krijgen. Klobopus. Dynamo. Zorua. Shellder. Caterpie. Slugma. Oh, dat was een reverse holo Slugma. En Zerora. Had ik niet door. Wie heeft die lelijke apen erin gedaan? Ik weet het niet. Nou, daar hebben we weer de omgedraaide energy. Speciaal voor Sander. Ho. Nou, kom op. Wat is dit? Sander, wat doe je? Een Graveler. Nee, een Graveler. Een Musharna. Heatmore. Sandygast. Plusle. Vulpix. Meltan. Toxel. Reversed Holo Pancham. En een Absol. Dat kan niet, daar heb ik de ruimte niet voor. Anders zou ik het wel doen. Nee, dat werkt niet met de ruimte. Anders krijg je elke keer hetzelfde beeld. Want dan komt hij op mijn beeld. Helaas niet genoeg ruimte voor. Sander, weet jij of de Pokémon TCG ding veranderd is of zo? Heeft het een andere naam gekregen? Daar heeft Sander wel meestal wel verstand van. Turtonator. De Dragon Cards die weer terug zijn. Ik vind de Dragon Cards altijd vet. Nou, nu heet het volgens mij Pokémon Trading Card Game Live in plaats van online. Dit is echt top weer. Dit. Yes. Turtonator. Pyukumuku. Schoolgirl. Stuffle, Sigilyph, Toxel, Totodile,
Bunary. Reverse Holo Garbodor. En een Blissey die niet holographic is. We hebben nu een beetje een draad met vette kaarten. Maar wie weet. Komt er nog een coole kaart aan. We hebben nog genoeg pakjes te gaan. Al goed. De energy kaart. Simisage. Sydney. The Battle VIP Pass. Makuhita. Rookidee. Galarian Darumaka. Sizzlipede. Stuffle. Deoxys Single Strike. Huh? Fusion Strike, Single Strike en Rapid Strike. Reverse Holo. En een holographic Starmie. Dat is jouw schuld, ja, Sander. Nee, de energies die zitten in deze set op zijn kop. Dat is denk ik een fabrieksfout. Maar ja, helaas is dat zo. Scentiscorch. Bugcatcher. Oeh, Fusion Strike Energy. Die is vet. Chansey. Ah. Galarian Zigzagoon. Mankey. Clauncher. Growlithe. Reverse Holo Claydol. En een Toxtricity Holographic. Wel de andere dan die ik heb, dus dat is leuk. Okay. Lopunny. Marstomp. Crossiever. Totodile. Phantom. Snorlax. Snome. Dreepy. Een Tynamo Reverse Holo en een Virizion. Nog geen Genesect, nog geen Mew, nog geen Golden Card en nog steeds geen Rainbow. Galarian Linoon. Standler. Oeh, ik zag glinsteringetjes. Jullie ook? Gliscor. Minun. Baltoy. Galarian Corsola. Quillfish. Vulpix. Reverse Holo Phantom. En dit is een anticlimax. En Pikachu V. Die Linoon, ja, die Linoon is wel vet, ja. Al die hype voor niks, echt, hè. Oké. Okay. Let's go.
Ja, ik ben zelf niet zo'n, zo'n Pikachu-fan. Oh. Elisa's Sparkle. Beware. Skater Spark. Onyx. Choodle. Shroomish. Klefki. Trubbish. Diggersby Reverse Holo. En Cloyster. Oh, trouwens, Paddy had nog een idee, Sander. Ik ga natuurlijk vrijdag vanaf 12 uur 's middags ga ik Pokémon Shining Pearl streamen. En Paddy die gaat later joinen in de call en jij ook, want daar hebben wij het nog over gehad. En ik ga natuurlijk op route 201 Shiny hunten. En misschien dat jullie wel mee kunnen Shiny hunten als jullie dat willen op die route. Het is dan niet echt een race, omdat ik natuurlijk al veel eerder begin dan jullie. Dus dat is ook niet eerlijk. Maar toch. Darkrai, nice. Hoe laat vrijdag? Van 12 tot 12, als het goed is. Crocona. 12 uur smiddags tot 12 uur avonds. Phalanx. Choodle. Vullaby. Dewpider. Heb ik nou... Oh nee, ik had de Reverse Holo gespoild. Meowth. Reverse Holo Shellder. En Palossand. Oké, de tweede helft van de box is een stuk slechter dan de eerste helft van de box. En Justin komt als het goed is ook nog 's avonds om mee te spelen. Maar nou, dat is wel gewoon gezellig. Of je, maar ik zal niet vragen of je weg wil gaan totdat ik stop, Paddy. Omdat je mag er gewoon bij blijven totdat je wil. Excadrill. Dupool. Spongy Gloves. Snome. Onyx. Jigglypuff. Shining Pearl is toch de nieuwe game? Ja, dat klopt. Durant. Venusaur. Schoolboy en Claydol. Nog 4 pakjes te gaan, boys. En we hebben in de tweede helft van de box echt niks goeds gepakt. Voor jullie informatie, de nieuwe set die is aangekondigd voor februari. Dat is Brilliant Stars. Heb ik ook al gepreorderd. Dus daar komt ook zeer zeker een streampje van. Oké. Schoolboy. Primeape. Zarud. Pansage. Kufant. Gligar. Slugma. Skitty. Trubbish. Luxray. Oh, dat was hem al. Boy, yo, ik zag helemaal niet dat die Trubbish Reverse Holo was. Dat kan je slecht zien bij deze. En Luxray dus. Zarud Sandstorm. Inderdaad, nog 3 pakjes te gaan. Met een zeer teleurstellende tweede helft van de doos. Moet je nagaan dat de eerste twee pakjes super goede kaarten had. En dan later de allerbeste kaart. En in de tweede helft eigenlijk alleen maar poep heb. Sydney. Cross Switcher. Crocona. Gossifleur. Mudkip. Sandshrew. Kufant. Oh. Impidimp. Reverse Holo Charchabuck. En een Grimmsnarl Holographic. Nog 2 pakjes te gaan.
een metapod als hij scherp stelt. Metapod. Battle VIP Pass. Togedemaru. Bunnelby. Mudkip. Eevee. Shellder. Voltorb. Reverse Holo Drillbur. En Arcanine met een hele vette kaart. Maar helaas is er verder niks speciaals aan. Laatste pakketje. En het ergste is nog dat er een Boltunt op staat. Dus dat kan nooit goed zijn. Dat is very sad. Om eerlijk te zijn. 1, 2, 3, 4. Zo. Laatste pakketje. Laat er alsjeblieft iets goeds in zitten. In ieder geval elektrische energie. Hé, hey, een Pangoro. Die hebben we vandaag nog niet gezien. Grablock. Hebben we ook nog niet gezien vandaag. Een Diggersby. Moona. Meowth. Een hele cute Marill. Een vette Helioptile. Wooloo. Een Reverse Holo Melmetal. En een Genesect V. Oké, toch nog wel een Genesect gepakt. Maar echt heel boeiend was het niet. Zo. Dan laat ik jullie nu eigenlijk alle kaarten zien die we vandaag gepakt hebben. We hebben deze Genesect. Oh. Dat ging niet helemaal goed. Grimmsnarl. Ja, ik kan het niet echt op een makkelijke manier allemaal laten zien. Pikachu. Toxtricity. Starmie. Hey, Quick DJ. Melmetal. Serena. Rillaboom V. Landorus. Toxtricity. Serena V. Ferrelegator. En Melmetal. En de drie vette kaarten, waarvan als allerlaatst de vetste kaart komt en de meest waardevolle kaart. Deze Cinderace is echt heel vet. Cinderace VMAX. Hoopa Unbound, volgens mij full art. En de 100 euro waard, degene die 100 euro waard is, de Gengar VMAX Alternate Art. En deze is dus 100 euro waard. Dus die is echt heel nice. Dit is echt een hele goede pool. Verder was het eigenlijk wel een beetje een mediocre boxje, als ik heel eerlijk ben. Kaboom, inderdaad. Dat zou Sander ook zeggen. Ik wil jullie vragen om één ding te doen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze stream. Kom alsjeblieft vrijdag tussen 12 en 12 terug om mij te zien om mij te zien Pokémon Shining Pearl te zien spelen. Dat zou heel leuk zijn als je daarbij kon zijn. En verder wil ik jullie vragen om het volgende te doen. Gaat Tio lastig vallen in zijn stream? Hij doet altijd zo zijn best. Dus ga lekker naar Teammate Games kijken en dan komt het helemaal goed. Doei!